Nou, dit is eigenlijk het grote probleem. De verroeging met dit gas, zeekweek, die hier als enige soort feitelijk groeit, een hele dikke motte vormt, dat er vogels er net in brieren kennen. En die roegten we het voorthellen. Het past in de plan om brierende vogels te meten te komen. Directeur Henk de Vries van het Fryske Gea is blierd met de 3,5 miljoen euro die nu stutsen wordt in projecten op de Waadeilanden en het Fryske kustgebied. Hier, in het kwelde gebied Hovert West, wordt net alleen nog onder bisten tocht, maar ook onder mensen die het van vogels horen. Nou, als vogelleefhouder kom je straks om je trekken, want als het goed is, dan komen je volle meer soorten en volle grotere aantallen van vogels die van dichtbij te beschermen binnen. En komt er een punt waar je dat zien kan dan? Ja, het mooie van dit kwelder is dat er een wei terug in rent. De wei naar de veerterminal. En ergens op die wei zien we een parkeerplakmaatje die vogels heel goed te zien binnen. Nou al vul je kloften pauwgossen de loft boppen hoofd. Het Fryske Gea verwacht het dat er aans nog volle meer orenvogels en soorten vaak komen zullen.